We zitten hier in de Spaanse polder. Industrieterrein, heel prettig. Het is ook tijdelijk, dus over 3 jaar moeten we eruit. Qua atelierruimte heb ik steeds moeten bewegen. Dus dan op het moment dat je denkt van, oh, nou gaat het lekker, dan krijg je een bericht van, joh, over 2 jaar moet je er weer uit. Dus wortelen, dat is onmogelijk in Rotterdam. Ja, je kunt niet wortelen. Ik woon zelf in Rotterdam-Zuid en op dit moment moet ik ook mijn huis uit over een aantal maanden. En kan ik daar eigenlijk ook geen huis meer vinden voor de prijs, voor een prijs die ik kan betalen eigenlijk. Als er geen plek is, waar, ook als een soort van uitlaatklep, alles is maar om samen te komen, spelletjes te spelen of creatief bezig te zijn, als je dat soort plekken niet hebt, dan heb je geen katalysator. Als kunstenaar kun je eigenlijk alleen maar beetje agendebbers gebouwen terecht, bestaande gebouwen in onaantrekkelijke gebieden, daar kun je nog wel plekken vinden. ESCAR is een organisatie die al denk ik een jaar of 30 bestaat. ESCAR is primair gericht geweest op het creëren van plekken voor beeldend kunstenaars. En dat is langzaam steeds meer uitgegroeid omdat het idee van wat kunst is ook groter is geworden. En het zijn eigenlijk altijd oude gebouwen geweest. Vaak oude schoolgebouwen omdat die heel goed passen bij het werk van autonoom beeldend kunstenaars. En je ziet steeds vaker ook wel wat andere gebouwen, wat meer fabrieksachtige gebouwen. Het moeten oude gebouwen zijn omdat het anders ook gewoon niet te betalen is. Dat is heel simpel. Wij willen vanuit SCAR zorgen dat de prijzen die mensen betalen voor een atelier, dat die zo laag mogelijk blijven. En dat die vooral niet te veel meegroeien met de prijzen die je voor de rest in de markt ziet. Hoe het nu gaat, dat de oude gebouwen gewoon worden gebruikt en omgebouwd tot ateliers, dat is natuurlijk prima. Maar het is aan de andere kant, dus met de woningnood die er is en de gigantische stijging van het vastgoed qua prijs, is het bijna niet meer haalbaar. Want ik heb er ook wel eens gekeken van, ik koop een oude school en zo, maar de bedragen die ze ervoor vragen, die grenzen aan het onmogelijke op het ogenblik. Gentrification is volgens mij dat mensen die ergens wonen worden weggeduwd of weggedreven door nieuwe mensen die komen wonen en die een hoger inkomen hebben, denk ik. Dat is een beetje wel de algemene definitie van gentrification. Het grappige is dat, ik denk 20 jaar geleden was het helemaal in gentrification. Dat was goed voor de wijken. Terwijl nu is het een kwaad daglicht gekomen. Gentrification is niet altijd even slecht. Het kan ook iets goed zijn voor de wijk. Alleen mensen moeten zich niet bedreigd voelen of verdreven voelen. Dat is wel belangrijk. Wij zaten op de Schonebergenweg. En 10 jaar daarvoor zijn we in Williamsburg geweest. Dat is bijna Brooklyn. Dat was een soort kruiskadekwartier. Dat was heel heavy geweest. En dat was door dat gentrificeren, was dat heel braaf geworden. En dat was wel prettig. Dus ik dacht van, nou, zo erg is het toch niet als je een vreselijke wijk netter maakt. Maar het niet beseffende dat wij datzelfde zouden gaan meemaken in Rotterdam met de Schonebergenweg. Er kwam ook opeens een paar projectontwikkelaars die verkochten dat pand eigenlijk al terwijl wij er nog in zaten. Mensen hadden al ingeschreven op dat pand en wij wisten eigenlijk nog van niks. Daar hebben we dus jaren tegen geprocedeerd. We vinden het wel belangrijk dat kunstenaars een plek hebben en houden in de stad. En dat is ook de reden dat we vorige week nog in de gemeenteraad over atelier en broedplaatsen is gesproken.
kijk, van die rauwheid die het gebied nu heeft, echt fantastisch. Ik zit hier al 30 jaar of zo, 35 jaar in dit gebied. Dus ik heb de prostituees zien komen en gaan en moorden en allerlei echt hele vage toestanden die hier gebeurden. Ja, ik kan goed gedijen in zo'n gebied, maar ik moet zeggen, ja, nu het iets netter wordt, is het ook wel iets prettiger, moet ik zeggen. Maar die sfeer, hè, die rauwe havensfeer, die over 10 jaar zul je daar niks meer van herkennen. Als je de Wilhelminapier in Rotterdam, hè, waar Hotel New York zit, ja, 30 jaar geleden was dat eenzelfde soort gebied. Dat is gewoon echt super eng. Ja, en nu is het zeg maar totally Manhattan-achtig sfeertje heeft het. Ja, dat gaat hier ook gebeuren en dat kun je niet tegenhouden. Ik woon zelf in Rotterdam-Zuid, dus je ziet dat doordat zich daar zoveel mensen... Er gebeurt daar steeds meer leuks en er komen ook steeds meer... soort kleine evenementenlocaties en leuke barretjes en er wordt muziek gemaakt. En vervolgens komen de leuke koffietentjes en dan komen de moeders met de bakfietsen. Maar goed, zonder dat al die coole mensen doorhebben, dragen ze ook bij aan dat weer dan straks totaal over de kop gaat en dat... Ja, dat zich weer moet verplaatsen. Want wat je zegt, de stad wordt te duur. Niet alleen voor de kunstenaars, maar ook voor de bewoners die hier al generatie op generatie zitten. Die een nieuwe thuis moeten vinden in een andere plek. Dat is voor mij wel hartverscheurend. Dat vind ik wel hartverscheurend. Ik bedoel, als kunstenaar vind ik het ook niet erg om Noord te verlaten. En dan weer terug te fietsen, om daar mijn atelier te hebben of whatever. Dat vind ik nog niet eens een heel erg een ramp. Maar de plek waar je hart ligt, waar je identiteit hebt gevormd... en misschien wel de enige plek die ik me thuis kan voelen... dat die niet meer toegankelijk is voor mij of voor de mensen om me heen... dat breekt echt mijn hart, ja. Eigenlijk was in 2004 was er de Wolfartstraat hier in Charlotte. Dat waren 45 adressen die waren op allerlei manieren, verschillende manieren in gebruik. Er waren anti-kraak, er was gekraakt. Er waren mensen met een omnietcontract. Het was een mengelmoes van verschillende mensen die allemaal daar een plek hadden gevonden. Maar die panden waren eigenlijk niet meer veilig. Dus de installatie was niet meer veilig. En Bouw- en Woningtoezicht had aangedrongen om de panden volledig dicht te timmeren. Tenzij, en dat ging dan via Woonstad, de mensen die daar zaten zich zouden verenigen in een initiatief of in een stichting of in een bepaalde rechtsvorm, zodat er één contract zou komen en alle mensen zouden allemaal verenigd worden in dat ene contract. En op basis daarvan zou je een juridische entiteit hebben die partner kon zijn in een renovatieproject voor nog eens 10 jaar. En dat het dan ook veilig is enzovoort. En uiteindelijk hebben we een constructie bedacht die, waarbij mensen dus niet echt huur betalen. Want we kunnen ook geen huurcontract afgeven, omdat je dan ook verplicht bent om dat te verlengen als dat ophoudt. Dus we hebben een gebruikerscontract gemaakt en mensen betalen toentertijd geloof ik, €100 per maand als bijdrage aan dat collectief, zodat je al die onderhoud kan doen. Nou, hier lopen we tegen de Huismansschool aan. Voormalige praktijkonderwijs staat al denk ik wel meer dan 2 jaar leeg. Best een groot gebouw met een lange vleugel, korte vleugel aan de achterkant en een praktijkdeel. En een centraal administratiegebouw met keukens en dat soort dingen. En volgens mij 2 gymzalen in het binnenterrein. Het behoort nog steeds aan de school, maar de school of de gemeente wil het overnemen. Alleen de overdragkosten met achterstallig onderhoud zijn nog niet uitonderhandeld. Dus het blijft nu nog, het staat eigenlijk al 2 jaar leeg. Er is nu al voor meer dan €50.000 aan koper uitgejat. En wc's vernield en vandalisme eigenlijk. Waardoor je maar weer denkt, van, had het maar 2 jaar geleden aan ons gegeven, dan had je dat in ieder geval al bespaard. Dus nu zie je eigenlijk al dat door het...
leeg laten staan, het niet, de vertraging die optreedt, kost je nu al 50.000 euro. Daar kan je, zeg maar bij spreken, 4 jaar gratis voor zitten. Dus dit is een Noordsingel. En het verandert hier ook steeds meer. Nieuwbouw. Leuke restaurantjes. Kijk. Je ziet het gebouw daar al in de verte. Het gele gebouw. Ja. Dus dat is echt de oude rechtbank. De gevangenis, toch? Ja, daarachter zit die gevangenis. Oké. Okay. En echt aan de linkerkant van dat gebouw staat een beetje geïsoleerd. Een blok. Dat is het archief. En daar heb ik mijn zinnen op gezet. Ik wil ook echt in een wijk zitten, midden in de wijk zitten. Het moet toegankelijk zijn. Het heeft ook een hele mooie bouwstijl, vind ik, toch? Maar dit dus. Oeh. Beweeg. Dit. Deze blokkendoos. Ik liep laatst weer hier. Dus kijk, 1, 2, 3, 4 lagen. Dus stel je voor, op de eerste verdieping allemaal filmmakers, ontwerpers. De tweede verdieping met dans, podiumkunsten. Wat er op zolder gaat gebeuren, zou ik nog even niet weten. Misschien editruimtes. Dus stel je voor, die ruimte daarachter. Als dat residentieruimtes worden van kunstenaars. Een soort van hotelachtige constructie. Dat ze een maand tot misschien een jaar kunnen zitten, echt in de wijk. En ook binnen de wijk gaan creëren. Met lokale kunstenaars, met Rotterdamse kunstenaars. Of met weer kunstenaars die ook uit het buitenland komen. Hoe geweldig zou dat zijn? Je hoort vaak mensen praten over dingen als gentrification en dat soort zaken. Ja, dat bestaat. En tegelijkertijd zijn wij vanuit SCAR heel erg bezig om te voorkomen dat je te veel door die hoge prijzen de stad uitgeduwd wordt. Dus wij zoeken heel erg naar plekken in de stad. En dat doen we samen met de gemeente Rotterdam. En ik moet zeggen, in de afgelopen 8 jaar dat ik hier zit, is dat ook vrij goed gelukt. We zijn gegroeid van 23 gebouwen naar 46 gebouwen. En dat is toch voor het grootste gedeelte te danken aan een gemeente die zegt, wij vinden het van belang dat kunstenaars ook in de stad en ook in de wijken aanwezig zijn. Dus die ontwikkeling, die gentrificatie, die kun je zeg maar niet tegenhouden. Ja, als je er deel van uitmaakt, heb je er wel een beetje invloed op. Ik heb in Rotterdam heel veel rondgezworven. Allerlei panden, kraak, antikraken, bruikleen enzovoorts. En gelukkig had ik in een heel vroeg stadium door dat het, het beste is om het gewoon te bezitten. En mijn geluk is dat ik in 2008 dit pand heb gekocht. Hoogtepunt van de crisis voor echt weinig geld. Omdat ik eigenlijk heel snel doorhad van op het moment dat je geen positie hebt, dan ben je eigenlijk speelbal voor van wat er ook gebeurt. Hè? Van de eigenaar, van de ontwikkelingen in het gebied. Bovendien heb ik een stichting opgericht. En een van die doelen van die stichting is ook om een permanente plek te creëren voor kunst en cultuur en werken in Rotterdam. En die opereert nu verder onder de naam Brutus. Hier is de ingang van de Brutus Culturele Cluster, het museum. En dan hebben we hier 3 torens met voornamelijk woningbouw erin. En boven is nog een beeldentuin, een ander park, wat ook publiek toegankelijk is. Ik zag laag een bericht, las ik van, ik zocht even wat naar Rotterdam-Noord en toen stond er hele grote city branding marketing en stond er iets van waar de Swarma-zaken zijn ingewisseld voor vintage stores. Dat ik dacht van, is dat een goede slogan? Is dat waar we trots op moeten zijn? Of was het juist heel aantrekkelijk hier, dat hier juist allemaal verschillende mensen wonen?
Ja. Dat juist waar ook die zware zaak hoort, naast die Vinterstor. Ja. Weet je? Dat, ja, want dat hou je nu weg. Nu wordt het zeg maar weer een eenheidssaus waar alles hier alleen maar wijnbarretjes wordt. Vintenzaken, weet ik veel, bakfietsen, fietswinkels. En dat, daar ben ik niet blij mee. Als we zeg maar tegen de stroom die nu ontstaat door die enorme vastgoedprijzen en iedereen wil een oud gebouw hebben en tegen de grond gooien en om er weer een flat om op te bouwen, dat daar een oplossing voor wordt gezorgd. Hè? Want al die kunstenaars, als die straks op een boerderij in het platteland gaan wonen of de stad uit worden gejaagd, dan gaat zo'n stad wel, die krijgt gewoon bloedarmoede. Want ja, kunst en cultuur is toch het bloed van de maatschappij en het bloed van de stad. Ik denk dat kunst en cultuur van heel veel waarde is voor de stad, maar ook voor de bewoner, voor de discipline. Of dat nou muziek, beeldende kunst is, of theater, of dat je in de creatieve industrie zit. Dus er zit heel veel waarde in kunst en cultuur. Maar ja, als je geen makers hebt, heb je geen kunst of cultuur. Dus die makers moet je ook faciliteren. En dat is niet een soort, dat is niet ook iets wat hoort. Maar als het daar niet begint, dan heb je nooit dat eindproduct waar je uiteindelijk van kan genieten. In je eentje of met heel veel. Kunstenaars zorgen voor vernieuwing, sociale cohesie. Je hebt zoveel verschillende kunstenaars. Voor verbazing. En ook voor kapitaal. De kunstenaar is de enige in het hele beroepenpakket die als alchemist van stront goud kan maken. Dus het is ook gewoon voor de hele economie, et cetera. Kunstenaars worden echt onderschat. Als je nou een ateliergebouw hebt en dat ateliergebouw dat staat in een wijk. En dat staat 10 of 15 jaar in een wijk. En je vergelijkt dat met een woning die 10 of 15 jaar in een wijk staat. Een ateliergebouw levert veel meer op. Het zijn namelijk gewoon plekken waar mensen, het is een soort bedrijventerreintje eigenlijk. Hè? Ook al zit er niet heel veel omzet in, er gebeurt heel veel. En dat levert veel meer op dan een woning. Dus die school die je een keertje verkoopt aan 5 of 6 gezinnen, die levert in één keer wel veel geld op. Maar als je dat over 10 of 15 jaar neemt, dan is het uiteindelijk veel lucratiever om daar kunstenaars in te hebben. Ja, ik vind het heel, heel erg wat er aan de hand is op dit moment. Dat alles alleen maar gebaseerd is op winst maken. De gezondheidszorg, de energie. Ik vind het bizar dat je eigenlijk op wonen of op werken, ateliers, wat soort dingen meer, daar winstmaximalisatie op mag maken. Dat moet verboden worden, vind ik. Echt, dat is echt de grootste misdaad eigenlijk. Op dit moment in Nederland en in de wereld. Wonen en dingen maken, dat moet gewoon betaalbaar gemaakt worden door die winst terug te laten vloeien in de projecten.